We staan hier bij de verzameling van Guido Zuur. Een hele bijzondere verzameling. We hebben veel verschillende dingen. Van eekhoorns tot boekenleggers, zandlopers, matroeskapoppetjes, noem maar op. Maar wat we hier zien, ja, dat is zo bijzonder. Dat hebben we, ik heb het nog nooit gezien. Een verzameling van miniatuurboten. En niet zomaar boten. Guido, vertel er eens iets over. Nou, dit zijn zogenaamde waterlijnmodellen. Want ze staan op de waterlijn. Je hebt ook wat grotere bootjes met een kiel eronder. Of zo'n mooi dingetje dat je het helemaal kan zien. Dit zijn waterlijnmodellen. Het is op schaal 1 op 1250. Mijn oom verzamelde die voor de oorlog. Daarom heeft hij relatief veel Duitse oorlogsschepen. En mijn oom was toen een jaar of 15. Dat was natuurlijk ontzettend interessant. En de Duitsers die hadden heel snel oorlogsschepen gebouwd. Want die mochten van het verdrag van Versailles mochten ze eigenlijk niet van die hele grote schepen bouwen. Maar ze waren ontzettend slim en goed met hele beperkte slagschepen te bouwen. Dus de Scharrenhorst en de Gneisenau. Dat zijn echte Duitse oorlogsschepen. Ja. En die zijn ook zo allemaal in 1938, 36 gebouwd. Dus die waren ook hartstikke modern. Ja. En dan zie je het grootste oorlogsschip van die tijd was de Hoed. Die is in 1916 gebouwd. Oh. En toen de oorlog begon, toen was de Hoed uitgevaren om de Duitsers te beletten de oceaan op te varen. De Duitsers die vuurden. En de Hoed was een Engels of Amerikaans? Ja, sorry. Ja, de Hoed was inderdaad een Engels slagschip. Het grootste slagschip van de wereld. Ja. En de Duitsers vuurden enige granaten af. Die kwamen ongelukkig terecht, want de bepantsering was niet helemaal goed. En binnen een kwartier ontstond er een enorme explosie op de Hoed. 1400 mensen verdronken en 3 overleefden maar. En dat was een enorme slag voor de Engelsen, want hun grote trots was, en dat was de Bismarck die dat had gedaan, er is nog eens een liedje over geschreven, over de Bismarck, Sink de Bismarck. Oh. En de Engelsen zijn toen achteraan gegaan en die hebben de Bismarck ook laten zinken. Die heb ik nog niet, de Bismarck, maar daar ben ik mee bezig. Even, want ik zie hier 2 bijna identieke schepen. Oh ja, dat is misschien nog goed om te vertellen. Ik mocht dus van mijn oom spelen met de schepen die hij toen voor de oorlog had verzameld. Dat waren scheepjes van Viking. Ja. Bij treinen zie je dat merk nog wel. Maar daar mocht ik mee spelen. Dus die heb ik ernstig mishandeld destijds. En ik heb altijd gedacht, als het nog eens een keertje kan, dan ga ik dat vervangen. En nu zijn er dus nieuwe modellen. Dus dit zit 2 keer de Hoed, de oude Hoed. En de veel gedetailleerdere Hoed, nu van Neptune. En dat zie je hier ook bijvoorbeeld met de Duitsland, de oude Duitsland en de nieuwe Duitsland. Nou ja, als je het goed bekijkt, dan is dit zo ongelooflijk mooi gedetailleerd. Nog een leuk verhaal over de Duitsland. Hitler wilde niet meer dat de Duitsland de Duitsland heette. Want zou die vergaan? Ja, dan zou Duitsland vergaan. Dus hij moest later heten de Lützow. Dus later heette die de Lützow, maar hij is toch vergaan. Maar goed. En over Hitler gesproken, hier zie ik grillen. Ja, de Aviso grillen, dat was het jacht van Hitler. Dat was net zoals destijds onze koninklijke familie, die had de Piet Hein bijvoorbeeld. Ja. Ja. En Hitler, er was ook een jacht voor het staatshoofd van Duitsland. Maar ik heb het idee dat hij er maar 1 keer aan boord is geweest en nauwelijks op heeft gevaren. Oké, ja. Dus ja, veel oorlogsschepen, omdat mijn oom dat destijds. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog deze 2 vliegdekschepen. Oh. Met hele kleine dubbeldekkertjes allemaal erop. Kijk, aanvankelijk, dit is dus de oude. Daar waren destijds vliegtuigjes bij, maar die waren allemaal in de stofzuiger verdwenen in de loop der tijd. Ja, en vorig jaar op mijn verjaardag mocht ik een hele serie, kreeg ik van die hele kleine vliegtuigjes. Als je hele gekke vraag, hè? Zijn er nu nog zulke schepen? Want deze zijn veel in de oorlog gebruikt, of tot de oorlog, net na de oorlog misschien ook. Maar wat gebruiken we dan nu? En nu is natuurlijk veel meer, gaat het om raketten, gaat het om vliegtuigen die daarbij helpen. Ja. Dus de kanonnen zijn niet meer zo interessant als toen. En sommige heten een slagschip, dat komt vaker terug, zie ik.
Ja. Wat is een slagschip? Of wat is het verschil tussen een kruiser of een cruiser? Ja. Nou ja, kijk, je ziet bijvoorbeeld de Ruiter. Dat is natuurlijk ook net de laatste tijd in het nieuws de Ruiter, omdat hij niet meer op de bodem van de Javazee ligt. Ja. Dat is een lichte kruiser, dus dat is een klein schip. Ja. En dan ga je naar een kruiser, en dan ga je naar een zware kruiser, en dan ga je naar een slagschip. Oké. Zo wordt het steeds groter en sterker, zou ik maar zeggen, met meer slagkracht. Ja, ik denk een centimeter of 12 zijn de grotere. Ja. We hebben natuurlijk ook duikbootjes, hè. Die zijn maar een paar centimeter. En van welk materiaal zijn ze gemaakt? Ze zijn van metaal gemaakt. Nou, heel mooi. We hebben echt een bijzondere verzameling in huis. We kunnen de bezoekers iets laten zien. En, nou, dankjewel dat we het mogen tentoonstellen. Ja, uiteraard graag. Nee, leuk. En veel succes met nieuwe aanschaffen van nieuwe wensen. Ja, ja. Ja, die komen eraan. Ja. Nou, okay. Mooi. Echt mooi. Goed zo, bedankt. Spot 203 on the map in concession.